ben Marcel, 47 jaar, getrouwd met Saskia, 3 kinderen, Roef, Morris en Storm, 2 honden en ik ben drager van 2 hoortoestellen. Ik ben zelfstandig die werkt in de branche van de HRM. Op mijn werk merkte ik dat ik toch delen van gesprekken ging missen, dat ik veel meer mijn best moest gaan doen om te begrijpen wat er werd gezegd. Seminars, opleidingssituaties, dat je denkt van nou laat ik maar meer voor naar voren gaan zitten, anders krijg ik helemaal niks mee. Thuis, uiteraard het bekende voorbeeld, de televisie staat veel te hard. Dan komt er toch zo'n moment dat je bij de oorarts, dat het bevestigd wordt. Dat het wordt doorgenomen, dat ja, het zou echt goed voor je zijn als je gehoorapparaten zou krijgen. Nog de vraag stellen van echt op beide oren. Ja, echt op beide oren. Ja, dan ga je toch eventjes, dan stap je in de auto als je daar bij dat bericht vandaan komt. En dan moet je toch even slikken. En denk van ja, ik ben toch echt wel iemand die veel minder hoort. Ik moet er echt wat aan gaan doen. Uiteindelijk ben ik naar een audicien gegaan. Zij adviseerde mij de ReSound Links 2. Dat zijn de apparaten die ik nu ook in mijn oren heb. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dat heeft heel veel mogelijkheden geboden. Omdat het is natuurlijk klein en licht in je oor, dus je merkt het eigenlijk niet. Het is heel erg goed in te stellen met je telefoon. Waardoor je de spraak kunt filteren, omgevingsgeluiden, ruis en dergelijke. En dat is eigenlijk ideaal. Er zit ook een herkenning in de app waar je bent. En daarmee gaat hij gelijk naar de instellingen die je toen hebt ingesteld op het moment dat je daar vaak bent. Dus dat doe ik op mijn werk, dat doe ik thuis. Zo gauw ik thuis aankom, gaat hij in een ander standje waar het voor mij thuis comfortabel is. Er zijn veel situaties waarin ik er gewoon heel veel plezier aan heb. In de auto krijg ik de spraak krijg ik binnen op een gehoortoestel. Dat is ideaal. Eigenlijk handsfree bellen. Andere mogelijkheid is, die ik veel gebruik, is echt puur in gesprekken. Dat je afstand gewoon veel beter alles kunt volgen. Er zijn veel situaties die het ongemerkt normaal gehoor leveren. En ik heb er eigenlijk niet in de gaten dat ik met hoortoestellen werk. Behalve als de telefoon gaat. En het is ook wel eens dat ik in bed stap en denk, oh, ik moet ze nog uitdoen. Of ik doe dit. En dan kan ik horen of ze het doen. Soms heb ik dat geen eens meer in de gaten. Zo natuurlijk is het geworden. Dus ja, top.